I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Sergio. Ik ben mee. En Jesse Silver, die zit in het midden. We hebben heerlijk eten op tafel staan. En dit zijn de platte ribben van, weet je nog, van Oriental. Ik wilde zeggen Oriental Express, maar dat is het natuurlijk niet. Het is gewoon Oriental Supermarkt. Ja. En daar hadden we dus deze heerlijke platte ribben gehaald. En die heb ik gemarineerd in een iets met ketchup een klein beetje. En dat zakje waar teriyaki sperrips op stond. Okay. Maar ja, ik zou ik niet zijn als ik niet het een en ander erbij heb gedaan. En Jesse die is lekker nog van het stoofvleesje met de sesam seasoning. Is het lekker? Ja, lekker hè? Ik denk, doe maar met mijn hand, want de lepel steekt. Maar ik wilde jullie dit even snel laten zien voordat ik hem ging opeten. En dat ga ik dus nu doen. Smakelijk eten. Okay. Een hele goedenavond. Het is vandaag donderdag. En vandaag was een hele spannende dag. Want ik zou een telefoontje met de uitslag van de gynaecoloog krijgen. En nou, ik moet zeggen, ik heb op zich redelijk geslapen. Maar vandaag zelf, ik was echt rete zenuwachtig. Dat je echt denkt van, ik weet even niet wat ik met mezelf aan moet. Zweethanden en... nou, deze week was echt wel een hel, kan ik toch wel een beetje vertellen. Want... ja, je houdt je gewoon van alles in je hoofd. Je hoort wat hij heeft gezegd. Je hoort hem al dingen dadelijk zeggen van... het is toch erger dan wij hadden verwacht. Of nou ja. Dus voor mij kon de week niet snel genoeg omgaan. Mama. Maar ik heb redelijk goed nieuws. En voor mij echt een enorme opluchting. Want het is inderdaad wat hij dacht. Het is SYN 3, dus het is wel een voorstadium van en de ergste vorm. Maar het is nog geen baarmoederhalskanker. En daar ben ik zo ontzettend opgelucht over. Want ja, ik had mezelf natuurlijk gewoon al 10 keer begraven, zeg maar. En ook al zegt iedereen, komt wel goed en zo, maar je denkt, ja, hoe weet je nou dat het goed komt? De uitslag hebben we nog niet. Dus ja, daar word je gewoon echt bloedzenuwachtig van. Dus dit is voor, ja, dit is eigenlijk het best mogelijke scenario op dit moment. En dat is dus dat het inderdaad dus die SYN 3 is. En omdat het een groot gebied is, gaat hij het niet polyklinisch doen. Maar wilde je het toch op de operatiekamer doen. En waarschijnlijk binnen 6 weken... dat ik dan onder behandeling ga. Mama? Papa? Dus, nou, ik voel me echt 20 kilo lichter, kan ik je vertellen. En het was ook echt wel even emotioneel daarna, want alle spanning die kwam eruit. Hè, schat? Zo, ja. Dus het is wel een horrorweek. Ja. En, ja. Je probeert maar te gerust te stellen, maar wat je al zegt, het komt wel goed. Ja, ik snap dat je daar geen rol aan hebt. Nee. En gelukkig belde hij ook vrij vroeg vandaag, dus... ja. Dat je ook gewoon niet heel de dag hoeft te wachten. Nee, ze had al gezegd van ja, eigenlijk het kan van 9 tot 6 uur zijn, maar meestal belt hij eind van de middag. Nou, dat deed hij ook rond 11 uur, ja. Of 12. En hij begon eigenlijk gelijk, nou, het is zoals ik dacht. Dus wow. Oké. Het is nog steeds niet goed natuurlijk, maar en er moet wel wat aan gedaan worden, het liefst. Er is een kans, als je het heel lang laat zitten, dat het vanzelf weggaat. Maar er is ook zeker een kans dat het toch wel baarmoederhalskanker wordt. En dat risico gaan we natuurlijk gewoon niet nemen. Dus ja, we moeten onder behandeling maar weer. Ja, terwijl het jouw zoon zijn derde sushi naar binnen werkt. Vind je het lekker? Ja. Oh. Ja. Ja, dus we zijn het even aan het vieren met sushi. Nieuwe zaak. Dus die zijn we ook even aan het supporten. En Sergio is vooral ook heel erg gek van sushi. En wij ook af en toe. Dus we gaan het even vieren. En we gaan zo even een champagne opentrekken.
Om het leven te vieren. Om het leven te vieren. Gewoon letterlijk. En dat ik ook in het nieuwe huis kan gaan wonen. Ik heb wel een heel duister humor heb getoond deze week. Nou, het was ook niet echt een humor. Oh. Ja, het was humor en angst. Dat het echt zo zou zijn. Gewoon. Dat je echt denkt van nou ja. Ik ga misschien gewoon dadelijk dingen echt niet meemaken. Ja, het slaat natuurlijk nergens op dat je gedachten gelijk die kant op slaat. Terwijl er ook gewoon een hele grote kans is dat het dat allemaal niet is. Maar ja, je gaat gewoon gelijk uit van worst case scenario. En ja, dan kan je op een of andere manier kan je er niks aan doen. En het is me ook opgevallen dat ik eigenlijk... Je hoort wel eens verhalen hè, van mensen van, nou, die krijgen dan iets te horen. En dan hebben ze zoiets van, ik ga ervoor en positief en komt goed. En nou, zo voelde ik me helemaal niet. Ik voelde me echt helemaal depressief. En dan waren er gelukkig wel momentjes dat ik even mijn gedachten kon verzetten. En dat we ook even wat dingen konden doen. Dat je er even niet aan denkt en zo. En de ene keer denk je, nou nee, het gaat gewoon dit en dit zijn. En dan op het andere moment denk je weer ineens van, nou... Wat voor kleurbloemen wil ik? Ja, dat is ook helemaal gesproken. Maar het is het niet. Het is gewoon een voorstadium. En we gaan er wat aan doen. En nu gaan we het vieren. Sushi van. Ik ga er even bij. Terwijl de Jessie ontzettend vervelend aan het doen is. Jij bent ook blij hè, van mama. We hebben sushi van Iro Sushi en Teppanyaki. Ja. Oké. Okay. En sushi en Teppanyaki. Ik heb alleen nog boontjes op, maar... Nou ja. Nee, hij smaakt lekker. De rijst is lekker. Nou, niet op mijn het! De rijst is lekker... Gewoon firm, zeg je dat? Een goede consistentie. Ja, stevig. En de dressing zijn wel lekker. Ik vind alleen, nou dan ben ik een ontzettende zeiksman misschien meteen, maar de smaak is goed. Maar voor een bestelling van €50 mag je wel iets meer van die sojasaus en wasabi bij doen. Maar dat is aan. Maar zelfs Jessie vindt ze lekker. Nou, is mooi. Ik weet niet waar haar last van heeft. Hij is echt... Nou, ze zeggen 2 is nee, hè? En hij is bijna 2. Jessie, toen we jou een bekertje water gaven en zeiden van dit is om op te drinken, doe er voorzichtig mee. Bedoelden we ook dat je het water, ja, een beetje weg bij de kaarsjes, dat je het water dan of opdrinkt, ja, of teruggeeft. Ja. Ja. Maar wat je nu hebt gedaan is het water verspreid over de, nee, niet aan de camera zitten, over de hele tafel zeg maar. Probeer jij deed het water in zijn kleibakje. Dus dat, ja. Wat? Hallo? 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 Tijd voor champagne, baby. Ja, niet een gat in het plafond maken, hè? Jessie, moet je luisteren, hè? Goed, hè? Dat maakt het wel spannend. Komt ie, hè? Niet voor jou, hè? Oh. Champagne. Alsjeblieft. Als extra viering op de gezondheid. Ook al is dit niet heel erg gezond. Ik denk dat we deze vlog lekker kort gaan houden. Want we willen dit snel online hebben voor jullie, omdat jullie zo ontzettend lief hebben meegeleefd en ook graag de aanslag wilden weten.
Ik wil jullie daar echt ontzettend voor bedanken. Ik ga jullie natuurlijk ook meenemen in dit proces. Ja, nogmaals heel erg bedankt. En vonden jullie dit een leuke, fijne vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En dan zien jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Ciao! I just wanna see where your love can take me when I'm with you.